In de Feelgood-roman Alles komt goed ontdek je de kracht van doorzettingsvermogen, het geloof in jezelf en liefde in dit heerlijke romantische avontuur, volgens de schrijfster Mirjam Aerts. Welkom, fijn dat je aan wilt schuiven. Ja, we zien al een prachtig boek eigenlijk op tafel staan wat je hebt geschreven. Ja. Het is niet jouw eerste boek, hè? je bent je begonnen met schrijven. Wat heb je als eerste boek geschreven? Oh. Um, nou, het allereerste wat ik heb geschreven, dat is een, een kort verhaal. Dat is verschenen in een uh, verhalenbundel. En uh, dat was een schrijfwedstrijd. En uh, nou, dat boek, uh, dat korte verhaal is zeg maar, in een e book gekomen. En daarna heb ik ook een, een echt boek geschreven. En die is verschenen in april 2022. Ja, en dan heb je tot, van 2022 tot nu over dit boek gedaan? Um... Nou, ik had wel. Toen die uit is gekomen heb ik wel eerst eventjes uh, een soort pauze gehad. Mm -hmm. Om even weer op adem te komen. En uh, ook te genieten van uh, het moment dat mijn eerste boek uitkwam. En, uh, maar ik ben nu, denk ik. Ja, een jaar geleden wel begonnen aan het schrijven van, uh, van Alles komt goed. Ja, en wat, wat inspireert je dan om... Uh, want het is een sfeerroman, wat voor, wat voor type boek is het? Ja, het is een vielgoedroman, uh, roman, dus het is een, uh, ja, een romantisch verhaal. Uh, maar bij feelgood is het vaak wel dat het op het einde toch altijd wel weer goed komt. Mm -hmm. uh, en ja, wat me vooral inspireert is dan uh, dingen om me heen, dingen uit mijn eigen leven. Of dingen uh, van mensen om me heen die, die gebeuren. En uh, ja, daar baseer ik eigenlijk dan een verhaal op. En dat popt dan ineens op, een idee in mijn hoofd. En uh, ja, dat, daar ga ik dan een beetje op, uh, op brainstormen, zeg maar. Ja, en het verhaal gaat over Merel. Merel is de, is de hoofdpersoon. Ja. Kun je eens iets over het verhaal vertellen? Ja, um, nou ja, Merel die heeft een hele grote droom. En dat is een uh, bed and breakfast beginnen in, uh, in Frankrijk. En uh, eigenlijk op het moment dat ze besluit om dat dus echt te gaan doen... na heel lang daarover te hebben gedroomd... Ja, stelt haar vriend haar eigenlijk voor een keuze om of in Nederland te blijven of om toch te gaan. En uh, ja, uiteindelijk kiest ze voor zichzelf en, uh, en gaat ze toch. En uh, nou, dan ontstaat er een heel avontuur daar in Zuid-Frankrijk. Ja. En uh, ja, komen er allemaal dingen op haar pad die haar tegenwerken of juist dingen die haar meehelpen. En, uh, en ja, daar maakt ze van alles mee. Ja, er zit een soort uh, boodschap in jouw schrijven, want jij wilde mensen eigenlijk ook wel iets mee duidelijk maken. Ja, dat klopt. Dat is ook mijn eerste boek in Lekker Niet Perfect. Is dat ook zo eigenlijk. Um, ja, om echt te gaan voor, voor de dingen waar je heel erg blij van wordt. En je niet te laten belemmeren of tegenwerken door, door mensen. Of, of dingen die gebeuren of die tegenzitten. Maar om echt te gaan voor datgene wat je heel graag wil. Doe je dat zelf ook in het, in het dagelijks leven? Ja, daar ja, ben ik wel echt... Uh, nou, het schrijven is eigenlijk wel een voorbeeld van. Want mm -hmm. uh, ik wilde vroeger altijd schrijfster worden. En uh, ja, ik heb uiteindelijk wel... Die stap gezet en ben er wel echt voor gegaan om dat te gaan doen. En uh, ook al zaten er soms dingen tegen, of waren er mensen die dachten: huh, wat, wat, maar hoe dan? Of hoe doe je dat dan? En ja, dat, soms maakt het je onzeker. Mm -hmm. En ja, je wilt het wel heel graag, dus uiteindelijk ga je er dan toch voor. En uh, ja, daar sta ik wel echt helemaal achter. Ja, en heb je dan een cursus gedaan of zeg je van nee, ik heb dit gewoon zelf, ik ben een beetje autodidact, ik heb het allemaal zelf uh, uitgevogeld? Ja, en nou, ik ben wel um, hoe het, mijn eerste boek is ontstaan doordat ik wel een, een korte schrijfcursus ben gaan doen. Mm -hmm. En daar ontmoette ik dus ook een, een schrijfcoach. En um, nou, eerst dacht ik, nou, na die korte cursus, van ik ga het gewoon zelf doen. Maar toen begon ik en toen dacht ik, oh ja, ik heb toch wel even iemand nodig die me heel even laat weten van hey, ben ik goed op weg? Of, uh, nou, wat ziet het er überhaupt goed uit. Mm -hmm. hè? En um, toen ben ik toch wel bij haar een, een coachingstraject aangegaan, dus heb ik wel uh, een beetje schrijfcoaching gehad. En uh, daardoor heb ik echt een hele goede vliegende start kunnen maken. En uh, heb ik daarna mijn verhaal af kunnen maken. En uh, ja, het is wel dat ik nog steeds wel uh, probeer te oefenen en uh, ook wel dingen opzoek van hoe je dingen anders kan aanpakken bijvoorbeeld. Dus zo leer ik wel steeds ook weer een beetje bij. Ja, ja want inmiddels heb je dus ook wel geleerd bij wie je moet zijn om je boek uit te laten geven ja dat klopt ja en uh, mijn eerste en mijn tweede boek dus dit boek ook mm -hmm. die zijn uh, uitgegeven bij Van Driel Publishing um, en nou ja, na mijn eerste boek kreeg ik eigenlijk gelijk een nieuw contract en uh, daar heb ik ook weer een nieuw contract nu voor een vervolg um, en daarnaast heb ik ook een boek uh, in eigen beheer uitgegeven, een e-book. Uh, dus zo leer je van alles een beetje mee, zeg maar. Ja, ja. ja. En weet je dan ook al uh, of het volgende boek bijvoorbeeld een vervolg zal, gaat zijn op, op deze? Waar dus meer weer de hoofdpersoon in gaat spelen? Of zeg je van nou, daar ben ik eigenlijk nog helemaal niet mee bezig geweest? Nee, ja, ik ben wel, uh, het wordt inderdaad een vervolg. En dat is dus voor het eerst, want uh, lekker niet perfect is, uh, heeft niks te maken met alles komt goed. Mm -hmm. uh, maar het boek wat er nu aankomt, dat wordt wel inderdaad een vervolg op alles komt goed. Maar het is wel zelfstandig te lezen. Ja, nou dat is op zich natuurlijk voor, uh, voordeel, want dan hoef je niet verplicht uh, in boek 1 te beginnen om, uh, om het verhaal te kunnen begrijpen. Nee, ook. Precies. Nee. En het is natuurlijk net uh, gereleased. Waar, Waar kunnen mensen het boek kopen? Ja, nou, het boek is in principe uh, verkrijgbaar via de online uh, boekhandel. Uh, er zijn ook een aantal boekenwinkels die hem ook in de winkel uh, gaan verkopen. En je kunt hem bestellen via mijn eigen website: en dat is meermaarts.nl. En waarom moeten mensen nou echt dit boek aanschaffen? <laughs> Niet omdat het van jou is of jij ja. hem geschreven hebt, maar waar, wat, ja, wat is de reden dat mensen dit eigenlijk zouden moeten leven? Ja, het is sowieso een, een heel uh, luchtig geschreven verhaal, dus het is gewoon. Ja, het is niet zwaar. Het is gewoon een, een vrolijk verhaal. Uh, met wel een diepere boodschap. Waarmee ik hoop dat je geïnspireerd raakt uh, om uh, ja, de dingen te gaan doen die je graag wil doen. En ik weet zeker dat je het boek dicht doet met een glimlach. Zeg maar. Op het einde is het gewoon, het komt alles samen. En uh, ja, ik denk dat het een. Uh een Heel fijn gevoel achterlaat. Ja, aan het einde komt alles goed. Alles komt goed, ja. Ik wil je bedanken voor dit leuke gesprek. En uh, alvast succes met het uh, derde boek wat je gaat schrijven. En wie weet, tot ziens. Ja, dankjewel.